Milan, was op. Je speelt vandaag niet. Hoezo is dat? Je vertelde het net al even samen. Ja, ik ben uit bij Groningen ben ik uitgevallen. En ja, daarna is besloten om dat goed te laten genezen. En daar hoort vandaag ook nog bij. Want jullie bouwen een beetje af hier. Afscheid ook van de trainer. Daarom nog eventjes meegekomen dus. Ja, het is gewoon een soort van afsluiting. Laatste sportactiviteit vandaag. En dat is gewoon leuk om met z'n allen af te sluiten. En ook belangrijk. Ja, wat verder? Geen zorgen om over het nieuwe seizoen bij een nieuwe club? Nee, daar beginnen we midden juni. En ja, dan ga ik ook gewoon starten. Waarom beginnen ze zo vroeg in België? Ja, de competitie begint daar wat eerder. Dus ja, dan schuift de voorbereiding ook op naar voren. En ja, dan heb ik minder vakantie. Wat ga je nu nog doen? Wat past er nog net in de zomer dan? We sluiten het nu de komende dagen met de ploeg af. En daarna ga ik zelf nog even op vakantie. En ja, dan is het alweer een beetje op gang komen. En dan richting België, huisje. En zorg dat je je daar thuis gaat voelen. Ja, want waar ga je wonen dan? Want in Waasland, Beveren, is dat een mooi plekje? Ik ga in Antwerpen wonen. Het ligt er vlak naast. Dus ja, Antwerpen, dat schijnt heel mooi te zijn. En daar ga ik me vast en zeker gewoon op mijn gemak voelen. En wat verwacht je verder? Met welk idee ben je gehaald? Welk gevoel heb je bij deze club gekregen inmiddels? Ja, het is een club die nog niet zo heel lang bestaat. Ze zijn gefuseerd en ze hebben veel ambities. Alleen doen dat wel gewoon heel geleidelijk. En ja, ze willen volgend jaar weer beter doen dan afgelopen seizoen. En zo willen ze telkens kleine stapjes blijven zetten. En ze hebben mij gehaald omdat ze denken dat ze daarmee de volgende stap kunnen zetten. En ja, dat gaan we zien. En dan, je zei het is een afscheid ook van de trainer. Hoeveel heb jij hem aan hem te danken? Want ja, je hebt natuurlijk wel je transfer verdiend onder hem. Ja, nee, absoluut. Ja, ik ben natuurlijk onder hem gekomen bij Eindhoven. Daarna meegegaan naar Excelsior. En ik heb veel aan hem te danken, veel van hem geleerd. En we hebben gewoon goed samengewerkt. En hij heeft nu een mooie nieuwe club. Ik heb een mooie nieuwe club. En we zullen vast wel contact houden. Heb je niet heel even gewacht waar die heen ging, dat je weer met hem mee kon? Nee, dat zeker niet. Ik heb nu 3 jaar onder deze trainer gewerkt. Ik denk dat het ook goed is voor een speler als hij dan weer een nieuwe trainer onder zich krijgt. Alleen, als hij mij in de toekomst belt, zal ik zeker de telefoon opnemen. Maar dat was nu totaal niet aan de orde. En hoe moet het verder met Excelsior? Weer een hele rits spelers die weggaan. Ja, denk je dat het gewoon weer net zo goed komt als de voorgaande jaren? Nou ja, Ferry heeft wel laten zien dat hij het kan en dat het mogelijk is. En, dus daar heb ik op zich volgend seizoen ook wel weer vertrouwen in. Ik ga het zeker volgen en ik ga ervan uit dat het goed komt. En ja, ik denk dat Ferry het wel weer op de rit krijgt. En er blijven ook een aantal belangrijke jongens die blijven voorlopig. Je weet het nooit. Alleen er staat nog wel genoeg dat er een fundament is. En wie zie jij als nieuwe trainer? Als een mooie optie? Adrie Poldervaart, nee. Jullie fysiotherapeut, hè? Ja, precies. Nee, we gunnen het hem wel echt hartstikke. Alleen ja, het is natuurlijk een beetje een aparte situatie als het zou gebeuren, maar... Hij wordt wel genoemd, hè, als kandidaat. Ja, nee, ja, we zitten hem elke dag ermee te jennen. En, ja, hij weet zelf ook niet zo heel goed wat hij ervan moet zeggen, volgens mij. Alleen, ja, het zou leuk zijn voor hem. En ik denk dat de groep eraan zal moeten wennen. Alleen dat dan ook wel goed zou komen. En, maar... Ja, Ferry is druk bezig, dus we gaan het zien. Ja, want even terug naar fysiotherapeut. Je neemt het natuurlijk serieus over je lichaam. Ook over voetbal, of niet? Ja, hij heeft wel veel verstand ervan. En hij laat het bij Barendrecht al een paar jaar zien. Dat hij het gewoon prima doet. En ja, hij doet die cursus niet voor niks voor betaald voetbal natuurlijk. En het zou mooi zijn voor hem als hij een kans krijgt. Dat gunnen we hem echt wel. Alleen of dat bij Excelsior is of dat hij nog even geduld moet hebben. Ja, dat zien we wel. Ja. En teamgenoten, Fike gaat ook naar België. Je gaat hem waarschijnlijk treffen. Nou, waarschijnlijk, als jullie allebei spelen natuurlijk. Ja, kijk je daar naar uit? Is dat leuk om samen naar België te gaan? Ja, tuurlijk. Kijk, je kijkt altijd naar uit naar momenten dat je bekenden tegenkomt. Dat vindt iedereen prettig. En wij als voetballers ook. En dus die wedstrijd, als het schema bekend is, dan kijk je wel gelijk even van wanneer speel je tegen hem. En dat zal vast leuk worden. Ga je van hem winnen? Ik hoop het. Kijk, ik ken de Belgische competitie niet zo goed. Ik ga er denk ik vrij blanco in. En hij denk ik ook. En, maar in principe is Zult iets verder dan Waasland. Alleen, ja, je weet het nooit.